Davy Klaassen keert terug op zijn oude vertrouwde nest. De middenvelder tekende na een avontuur in Engeland en Duitsland een contract voor 4 jaar bij zijn oude liefde. Ja, het voelt super. Ik ben echt heel blij om terug te zijn. En, gewoon weer, het voelt er eens thuis. Ja, hoe was dat om weer het dek op te rijden? Waar moest je allemaal aan denken? Ja, toch aan al die keren dat ik dat eigenlijk mijn hele leven lang heb gedaan. En blijft toch altijd speciaal. Als je een beetje teruggaat, een paar weken terug in de tijd. Wat gebeurde er met jou toen eigenlijk de geruchten al een beetje werden aangezwengeld? Wat voelde je toen? Heel veel onrust in me, omdat ik wilde gewoon echt terug naar Ajax. En toen Ajax zich echt meldde bij me, toen was er wel een lange tijd. De dagen duurden heel erg lang. Hoe reageerde je? Want je kent ook nog een paar jongens, Daly en dat soort jongens. Maarten ken je nog vanuit Everton. Dan, Heb je contact met hun gehad? Hoe was dat? Ja, zeker vanaf het moment dat het een beetje in de media ook kwam. Ja, waren dat gelijk de jongens die me bericht stuurden van kom maar terug jongen. En dat is leuk. En ja, zeker leuk om zulke jongens weer te zien. Voor Werder wilde ik heel graag mijn best doen. Alleen ja, ik merkte toch dat ik niet elke dag met mijn hoofd erbij was. Ik was toch veel aan Ajax aan het denken. En, daarom merkte ik toch ook wel dat ik eigenlijk maar één ding wilde. En dat is weer op Ajax spelen. Het gevoel wat je krijgt als je hier weer bent. En ja, ik had het ook de afgelopen jaren als ik weer in Amsterdam was. En dan langs de arena reed, dan doet het je toch altijd wat. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Je vertrok na die succesvolle jaren als misschien wel een van de meest populaire aanvoerders sinds tijden. Naar Engeland. Hoe was die periode in Engeland en Duitsland? Wat heb je daar geleerd en wat neem je mee? De periode in Engeland was gewoon heel lastig. Omdat je werd voor het eerst weg bij Ajax. En daarbij ging het natuurlijk ook niet zo goed. Speelde weinig. En dat was natuurlijk een beetje een lastig jaar. Maar ook wel veel van geleerd. Dat het niet altijd maar goed kan gaan. Maar ook dat het wat minder kan gaan. En daarna in Duitsland. Eerste jaar speelden we goed. En tweede jaar ook niet zo. Dus wat ik geleerd heb is wel. Het kan niet altijd goed gaan. Maar als je je best blijft doen. Dan komen er goede dingen vanzelf in. Zo zie je maar. Nu ben je weer terug bij Ajax, ga je weer Champions League spelen. Ja, hoe kijk je daarna uit? Ja, heel erg. Champions League kijk ik naar uit, maar ik kijk zeker ook gewoon uit naar, naar weer met het Ajax-shirt te spelen en weer hier in de arena te spelen. En ik kijk heel erg uit naar mijn eerste keer weer. Wat zijn je verwachtingen voor de komende 4 jaar? Ja, veel winnen, veel plezier en het beste ervan maken, het mooiste ervan maken en weer mooie momenten hier hebben. Mijn halve leven heb ik hier wel verbracht en dat ga ik nu weer doen. En daar ben ik heel blij mee en heel trots op.